voor de introductie. Dan kan ik gelijk door naar het volgende plaatje. Maar ik wil jullie eigenlijk vragen of jullie weten wat dit voor een apparaat is. Wie heeft een idee wat het is? Is het een diaprojector, een broodrooster of wellicht nog iets anders? Het is de eerste digitale camera, bedacht door Kodak, een ingenieur bij Kodak in 1975. Zo oud is dit al. En toch is Kodak ook exemplarisch voor een bedrijf dat niet in staat geweest om dit soort ontwikkelingen, in dit geval digitale ontwikkelingen, om dat goed uit te buiten in zijn businessmodel. We kennen allemaal Kodak, dat is eigenlijk een iconisch bedrijf van fotografie. Het Kodak-moment werd het genoemd, het schieten van foto's. En Kodak is een eeuw lang buitengewoon groot geweest, met name in de Verenigde Staten. Maar heeft in de jaren 90 buitengewoon moeilijk gekregen. En heeft afgelopen 2 jaar een bijna doodervaring meegemaakt. En bestaat nu nog maar in afgeslankte vorm. Overigens ook leuk om even te laten zien hoe je dan zo'n foto die gemaakt was met het apparaat. Het woog 8 kilo. Het had 0,01 megapixels. Het was zwart-wit. En het maken van een foto duurde ongeveer 23 seconden. 1975. Dat betreft ook een mooi voorbeeld van een versnelling die we collectief hebben doorgemaakt. Iedereen zit hier met zijn mobieltje met ik weet niet hoeveel megapixels foto te maken. En je kan er extreem veel kwijt op je mobieltje. Hier was de opslag op zo'n cassettetje wat je aan de rechterkant daar ziet. Het afspelen ging via een microcomputer. En het boer moest je aansluiten op een tv'tje en dan had je je digitale foto. Kodak is te laat eigenlijk afgestapt van zijn businessmodel gebaseerd op film, waar ze heel lang heel veel geld mee verdiend hebben. En is iets te laat op de digitale bandwagon, zoals het heet, gesprongen. En heeft het uiteindelijk niet gered in een vorm zoals we haar kenden. Nou, het punt van verandering kwam in het verhaal van Erik ook al nadrukkelijk naar voren. Ook het hoger onderwijs moet rekening houden met de ontwikkeling om haar heen, digitale ontwikkelingen, sociale ontwikkelingen, en zal erop in moeten spelen om te zorgen dat ze relevant blijft, op een manier die uiteindelijk voor Kodak niet gelukt is. En ik praat over businessmodellen, en ik praat over businessmodellen in de zin van, het is de manier van blauwdruk voor de manier waarop je waarde wilt creëren voor je klanten en je stakeholders. En natuurlijk ook de kosten die dat met zich meebrengt wil terugverdienen. En misschien zelfs een klein beetje meer. Voordat we hier iets dieper induiken, is het goed om te zeggen dat ook voor hoger onderwijs is het van belang om naar buiten te kijken. Net zoals Kodak dat wellicht wat eerder had moeten doen. Wat zijn de ontwikkelingen die eraan zitten te komen? En wat is de impact daarvan op je businessmodel? Dat is eigenlijk even de exercitie die ik met jullie dan wil doen. Is te kijken van hoe ziet het businessmodel voor het hoger onderwijs, en dan een beetje gefocust op onderwijs, er eigenlijk uit. Wat zijn nou belangrijke ontwikkelingen? En wat gebeurt er als je die twee met elkaar confronteert? Wat gebeurt er als die ontwikkelingen loslaat op dit businessmodel? Nou, dat is het kern, het wezen van de business model stress test. En op zich vond ik het een hele leuke uitnodiging om ook voor Radical Open Security te kijken van hoe dat bij hun uit zou pakken. Business modelleren, het maken van een businessmodel, heeft soms de connotatie van het gaat eigenlijk alleen maar over zakken vullen. Nou, niks is minder waar. Heel vaak is het maken van een businessmodel, het is vakken vullen. Ja. De de facto standaard voor het beschrijven van een businessmodel, of je dat nou het beste model vindt of niet, de de facto standaard, dat is dit business model canvas. Ik ben eigenlijk benieuwd hoeveel van jullie dit model wel eens gezien hebben. Of misschien zelfs wel gebruikt hebben. Wil jullie zijn hand opsteken, wie het kent? Jongen. Nou, er is geen uitleg meer nodig eigenlijk. Het zijn 9 componenten. En als je die invult, dan heb je een idee van de essentie van het businessmodel. In dit geval kijken we naar het businessmodel van het hoger onderwijs. Wat zijn de klanten? Nou, dat zijn natuurlijk studenten. In sommige gevallen ook professionals die misschien een post-academische training of post-HBO training volgen. Het zijn bedrijven en het is natuurlijk ook de overheid die het uiteindelijk in belangrijke mate mogelijk maakt dat er onderwijs is. Wat is nou de propositie die het hoger onderwijs biedt? Ik denk als je het een beetje samendrukt, dan zou je kunnen zeggen dat het gaat om het afleveren van mensen met aantoonbare competenties. Aantoonbare competenties en kennis. Dat is eigenlijk de waarde, de value die hier is. En de dienst die het onderwijs levert, als ik het een klein beetje
chargerend mag zeggen, is eigenlijk de traditionele manier van onderwijs geven. Het is natuurlijk al een aantal keer langsgekomen. Vergelijk de klaslokalen van een jaar of 10, 20, misschien wel 50 jaar geleden met de klaslokalen nu. En er is niet extreem veel veranderd. Dus dat is eigenlijk het model van het klassieke onderwijs. Sterk gericht op persoonlijke begeleiding in de relatie. De kanalen, de plek waar die dienst geleverd wordt, dat is heel vaak de klas, dan wel de campus. Met alle faciliteiten die er zijn, een klein stukje online. Nieuwe studenten worden geworven, bijvoorbeeld via wervingsdagen. Wat is er dan nodig om die dienst en die waarde te creëren? Nou, dat staat bij de key activities. Dat gaat over onderwijs, het is het toetsen zit erbij. Het gaat om begeleiden, maar het gaat ook om het maken van onderwijsmateriaal. En dat is een relevante, zullen we zo nog zien. En daarvoor hebben hogescholen, universiteiten, onderwijsinstellingen in het algemeen, bepaalde resources in huis om dat te realiseren. En dat gaat van locatie, campus, natuurlijk tot mensen. De belangrijkste asset in het hoger onderwijs, zou ik zeggen. Allerlei faciliteiten. Accreditatie is natuurlijk ook een belangrijke asset. Het feit dat je diploma's mag uitdelen, het feit dat je mag toetsen, is heel belangrijk. Key partners. Men werkt samen met scholen en bedrijven uiteraard en ook met andere onderwijsinstellingen. Dus dit bij elkaar zou je kunnen zeggen is het model. Wat gebeurt er nou in de omgeving? Ik ga er even snel doorheen, want een hoop van die punten zijn eigenlijk in de verhalen hiervoor al aan bod gekomen. Technology, enhanced learning, MOOCs, ik weet ook niet eens goed hoe ik het uit moet spreken, zijn het MOOCs of MOOCs? Die komen steeds naar voren, worden steeds belangrijker, maar ook andere vormen van elektronisch ondersteund leren wordt belangrijker. De flipped classroom is al langs gekomen, learning analytics gaat grote gevolgen hebben. Een ander aspect is lifelong learning. We hebben al een paar keer gezien dat versnelling is een heel belangrijk aspect. Ontwikkelingen gaan steeds sneller. Tegelijkertijd worden mensen steeds ouder. Dus je carrière wordt langer. En de halfwaardetijd van de kennis die je opgedaan hebt tijdens je studie, die wordt steeds korter. Met andere woorden, je moet jezelf blijven ontwikkelen. Als we dit loslaten op het businessmodel, dan zien we aan de ene kant, als je dat lifelong leren bekijkt, biedt dat kansen voor hogescholen. Daarom heb ik het vakje groen gemaakt, want het zijn nieuwe klanten. Al die mensen die geschoold moeten blijven, dat zijn potentiële klanten. Dus dat is hartstikke gunstig. Aan de andere kant moet je misschien ook meer gaan samenwerken met bedrijven. Dus dat wordt een belangrijk iets. Heb ik oranje gemaakt, het is een soort stoplichtmetafoor. Je moet daar iets doen in je businessmodel, maar dat is niet onoverkomelijk. In het midden heb ik rood gemaakt, potentiële showstopper. Want de vraag is nu wel, de eisen die de nieuwe omstandigheden vragen aan hogescholen, ben je eigenlijk in staat om dat te leveren? Ben je in staat om dat te realiseren? Kun je gaan van het afleveren van geschoolde studenten naar het up-to-date houden van mensen gedurende hun hele leven? Dat is een andere propositie. Ben je in staat om dat te realiseren? Dus dit vakje is rood. Potentiële showstopper voor het hoger onderwijs. Kun je die kanteling maken? Nou, er zijn nog een paar vakjes. Waar je ook de impact kan bekijken. Eén interessante heb ik gezet bij de activiteiten. Nu is het maken van onderwijs, het geven van onderwijs en toetsen is één bundel. Maar op het moment dat je MOOCs en dat soort zaken toelaat, kun je ook voorstellen dat het maken van onderwijs, en zelfs het geven van onderwijs, dat je dat loskoppelt van het begeleiden van studenten en het toetsen in het onderwijs. Dus die hele markt zou je kunnen op gaan knippen. En dat betekent natuurlijk nogal wat voor het onderwijs zelf. De boodschap van het verhaal denk ik is, het is belangrijk om naar buiten te kijken, open de ramen, ga er niet vanuit dat dingen blijven zoals ze zijn, maar probeer te anticiperen op veranderingen. Die stresstest is een middel om te kijken waar veranderingen gaan optreden, hoe je daarop zou kunnen anticiperen. De methodiek hebben we nu een klein beetje high level toegepast op een hele sector. Kun je ook op een dienst loslaten, op een bedrijf loslaten en je zou het jezelf op je eigen leven, op jezelf kunnen toelaten. Dank voor jullie aandacht. Dank je, Demba.